Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpraat 2. Ik heb net even gereden, vandaar mijn hoofd. En ik ga morgen en overmorgen op wedstrijd. En morgen moet ik al best wel vroeg weg. En wat ik dan vaak doe, is dat ik dan de dag van tevoren al mijn paard helemaal was en invlecht. En nu dacht ik, misschien is het wel leuk om te laten zien hoe ik dat precies doe. Wat een beetje mijn beauty routine is voor een wedstrijd. Dus alle producten die ik gebruik, de volgorde, dus ja, echt wat ik doe voor het wassen, mooi maken, invlechten voor een wedstrijd. Dus als je dat leuk vindt om te zien, dan moet je deze video blijven kijken. Halloween staat al op de spuiplaat en ik ga hem eerst wassen, want ik vind het niet zo erg als de manen nog een beetje vochtig zijn als ik moet vlechten. Dat is vaak wel handig, dan kan je het beter vasthouden. Maar ik vind het wel erg als ik gevlochten heb en ik moet dan daarna nog wassen, want dan wordt het een beetje nat en dan gaan al die haren springen. Dus ik ga hem eerst wassen en ik heb hier mijn wasemmertje staan. Ik zal even laten zien wat daarin zit. Ik heb altijd één emmer waar ik al mijn wasdingen in bewaar. Ik hoef niet meer emmers, gewoon eentje hebben en dan is het prima. En als eerste zit erin een handdoek en die gebruik ik om zijn benen af te drogen en zijn hoofd af te drogen. Er zit ook een zweetmes in, deze. En ik heb heel vaak zo'n los zweetmes, omdat deze veel groter zijn dan zo'n zweetmes met zo'n handsvat eraan, zeg maar. En ik heb best wel een groot paard, dus hier ben je sneller mee klaar. Dus dat is deze. Dan zit er ook in anti-kritspray en dit is, ik heb niet echt een bepaald favoriet merk. Ik probeer elke keer iets anders uit en dan kijk ik wat het fijnste is. Dan heb ik hier een paar flesjes. Even kijken, als eerste shampoos, dat zijn er deze en ik heb er altijd twee. Ik heb er eentje voor zijn lijf, dat is nu even deze. Ik heb ook niet een favoriet merk of zo. Dit is gewoon de shampoo die ik nu gebruik. Dit is ook een glansshampoo. En dan heb ik deze shampoo en dit is met tea tree. En vaak heb ik een soort tea tree-achtige of shampoo voor gevoelige huid, voor zijn manen en zijn staart. Want daar heeft hij echt een hele gevoelige huid. En ik merk dat als ik het met deze doe, dus echt met een gewone shampoo, dat hij dan snel gaat schuren omdat hij jeuk heeft. En dit is dus echt eentje voor de gevoelige huid en hier heb ik het niet mee. Dus ik heb twee shampoos. Dan heb ik hier een olie. Dit is een speciale olie voor paarden. Het stickertje is eraf, want die fles is een beetje vettig, dus doe niet het stickertje los. Maar dit is gewoon een olie voor paarden. En dan heb ik hier nog in zitten een grote spons. Een harde borstel waarmee ik zijn hoeven doe. En ik heb ook deze zachte borstel. En die heb ik omgedoopt tot wasborstel. Dus dan doe ik hem zeg maar dippen in mijn sop. En dan kan ik hiermee kan ik iets zeg maar meer diep wassen dan dat ik met zo'n spons kan. Dus hier kan ik echt een beetje zo mee ronddraaien dat die echt heel goed schoon wordt. En dat was het. Dus dit zijn de producten die in mijn wasemmer zitten en die ik straks ga gebruiken. Hallo. Hij staat op de spuitplaats. Ik heb gereden en toen heeft hij heel even in zijn stal gestaan. Even slobber gegeten. Dus hij heeft nog een klein beetje zweet op zijn lijf. En wat ik dan als eerste ga doen is hem helemaal nat maken. Dus gewoon met water, verder met nog niks. Helemaal van voor tot achter nat maken. Ook zijn manen, zijn staart, zijn hoeven, alles. Ik gebruik een beetje lauw warm water. Het is nu ook helemaal niet warm buiten. Dus dan kan ik wel wat warmer water gebruiken. Dan wordt hij ook beter schoon. Maar als het wel warm is buiten, dan doe ik wat kouder water. Maar nooit helemaal ijskoud. Dan ga ik nu het sopje maken. Dan heb ik dus mijn emmer. En dan hier alles wat ik nodig heb. Dus mijn harde borstel, mijn spons en mijn zachte borstel. En de twee shampoos. En ik maak alleen het sopje met de shampoo die ik zeg maar voor zijn hele lijf ga gebruiken. Dus ik doe wel shampoo in de emmer. Zo. En hier maak ik dan een sopje van. En daar ga ik hem mee wassen. Behalve zijn manen en zijn staart. Daar hou ik deze voor apart en dat doe ik gewoon op zijn manen en op zijn staart zelf. Stop allemaal borstels gewoon in de emmer en dan kan ik, terwijl ik aan het wassen ben, kan ik gewoon pakken wat ik nodig heb. Dus of de spons, of die zachte borstel, of die harde borstel. En ik heb ook altijd mijn shampoo klaarstaan voor als ik toch meer nodig heb. De emmer die hou ik altijd gewoon
wast. Want ik vind het dan eng als ik hem neerzet en hij gaat misschien omdraaien en dan gaat erop staan of zo. Dus meestal hou ik hem gewoon vast. Soms, als er ruimte is, dan zet ik op de grond een krukje neer en dan helemaal aan de zijkant. En dan zet ik daar mijn emmer op, want dan hoef ik hem ook niet de hele tijd vast te houden. Maar hij is nu niet zo zwaar, dus ik vind het niet zo erg. Ik heb hem helemaal ingestopt met het sopje, dus echt van hier, niet zijn hoofd. Hoofd ga ik straks apart doen. Zijn lichaam helemaal, onder zijn buik, zijn benen, helemaal gestopt. Behalve dan zijn manen en zijn staart, want die doe ik nu apart. En ik ga nu ook apart zijn hoeven doen en al zijn witte voetjes. Want dat doe ik met een harde borstel en met een beetje pure shampoo. Dus niet zoveel verdund als het sopje. Het is nu vrij normaal weer. Dus ik ga hem gewoon zo laten staan. Dan kan die shampoo een beetje intrekken. Maar als het nu wat frisser is, dan doe ik vaak eerst zijn lijf gewoon helemaal afspoelen. En dan doe ik een dekentje op dat hij niet te koud krijgt. Maar voor nu ga ik het zo laten staan. Hij is aan het slapen. Hij is aan het slapen. Hij is lief. Dit zit er nog in, de shampoo. Ik heb net al zijn hoeven gedaan en al zijn witte voetjes. En dan ga ik nu zijn staart en zijn manen doen. En dat doe ik eerst door een emmer met water te vullen. En dan geen sop erin, dus gewoon alleen maar water. En dan hang ik daar zijn staart in. En dan maak ik daar zijn manen nog een beetje extra mee nat. En dan ga ik met die shampoo die ik net heb laten zien, ga ik in zijn manen en in zijn staart. En ik probeer om zo min mogelijk zijn staartwortel te wassen. Want hij heeft best wel een beetje een gevoelige huid hier. Echt op die wortel. Dus dan doe ik echt alleen maar een beetje de bovenste haren voor het mooie, dat het schoon is. En dan de rest van zijn staart was ik gewoon wel. Super. Dan is het nu tijd om zijn manen in te zeepen. En dan ga ik vaak op krukjes staan. Want als je de hele tijd met je armen omhoog staat en je staat boven je macht te wassen, dan loopt altijd water langs je armen en dan zo in je t-shirt. En dan, ik word al zo nat gewassen. Dus ik ga gewoon op krukjes staan, dan kan ik er ook iets beter bij. En dan ga ik zijn manen inzeepen. Hij is nu helemaal gezeept. Shampoo is ingetrokken, zowel voor zijn lijf als voor zijn manen en staart, als voor zijn voetjes. En dat ga ik dan nu uitspoelen. En dan doe ik als allerlaatste doe ik zijn hoofd. Dus ik heb echt een soort stappenplan. Eerst het lijf, dan de voeten, dan de manen en staart en dan het hoofd. En als je het zo in stapjes doet, dan kun je dus ook, bijvoorbeeld als het wat kouder is, kun je eerst het lijf doen, dan kun je een deken op doen. Als voeten heel erg vies zijn en je spoelt ze af nadat je voeten hebt gedaan en je ziet dat ze nog steeds vies zijn, dan kun je ze nog een tweede of een derde keer inzeepen. En ja, ik weet niet precies hoe deze routine ooit tot stand is gekomen, maar dit is hoe ik het altijd doe. Altijd. Ik heb de punt van een handdoek nat gemaakt en hiermee ga ik even zijn hoofd doen. Want ik heb niet iets waar geen shampoo aan zit en ik wil op zijn hoofd geen zeep gebruiken. Hij is nu helemaal schoon, helemaal gewassen, alles. En dan ga ik hem nu droog maken en ik doe zijn lijf met het zweetmes. En dat doe ik echt alleen maar zijn hals, zijn schouder en hier. En ik ben ook heel voorzichtig bij alle bordjes die uitsteken. Want het is niet zo heel erg lekker als je bijvoorbeeld heel hard over zijn schoft gaat met zo'n ijzeren ding. Ik ben even over op mijn telefoon, want de camera is vol. Dit is wat ik doe met die handdoek bij zijn benen. Paarden hebben hier in hun kootholte best wel een dun gevoelig huidje. En de meeste paarden hebben ook niet zo heel veel haar hier. En wat je dan kunt krijgen als het heel erg lang nat en viezig blijft, dat het een beetje gaat ontsteken. Dat je mok krijgt of echt een hele gevoelige huid met uitslag. Dus het is belangrijk als dat nat is geweest om dat echt goed af te drogen. Dus ik ga echt in dat holletje. Maar ik droog ook hier af, waar die dan nu een beetje, ja, van die langere haren heeft waar druppels in blijven zitten. Want als ik alleen hier afdroog en hier niet, dan druppelen al die druppeltjes hier weer in dat holletje. En dan schiet het nog niet op. Dus dat doe ik echt bij alle vier zijn voeten. Doe ik het echt heel goed waar zijn voet, hier zijn voeten, doe ik het echt heel goed afdrogen. Dan zijn er nog
twee dingen die ik doe als finishing touch, als hij helemaal droog is. Eén ding is op zijn hoofd en één ding is op zijn staart. Ik laat zijn staart altijd gewoon uitdruppelen, dus die heeft nu een beetje gedroogd. En hier ga ik dan anti-klitspray in sprayen en verder doe ik er niks aan. Je hebt ook paarden die heel erg in hun staart poepen of die echt heel erg hun staart vies maken. Als je zo'n paard hebt, dan kun je na het wassen het beste even een vlecht in doen, want dan is de kans dat die weer vies wordt wat minder groot. Maar Halloween is altijd heel voorzichtig met zijn staart, dus ik doe er alleen maar een beetje anti-klitspray in en dan laat ik het drogen met de anti-klitspray erin, want dan kan ik het wat makkelijker uitborstelen zonder dat ik er allerlei knopen uittrek. En verder ga ik bij zijn hoofd hier zo bij zijn neus een klein beetje olie doen. En daar bij zijn ogen een klein beetje olie. Eigenlijk overal waar het kaal is, doe ik een beetje olie. Dat het mooi verzorgd is. Ja, dat je een mooi zacht velletje krijgt. Ik ben nog één ding vergeten te laten zien. Dat komt omdat het in mijn poetskist zit en niet in mijn vlechtbakje. Ik doe ook altijd, als ik zijn hoeven heb gewassen, iets van een verzorging op zijn voeten. Dit is een soort, ja, dit is wat ik nu gebruik. Hij is bijna op en dan ga ik weer voor een andere. Dit is een soort gel en dat doe ik dan op zijn voetjes voor de verzorging en voor een mooi glansje. Ik heb hem nu net gewassen en ik ga hem nu nog even invlechten. Maar ik heb volgens mij al best wel veel laten zien met het wassen. Dus ik denk dat ik misschien van het vlechten een tweede video maak. En dan echt specifiek gericht op als je de dag van tevoren vlechtjes wil maken. Dus echt dat het extra goed blijft zitten en de hele nacht blijft zitten tot aan de volgende dag. Als jullie dat willen, laat me dan even weten. En dan zorg ik dat ik gewoon met de camera op statief, dat ik het echt goed kan filmen. Dat je echt goed kan zien wat ik doe. Ja, laat me even weten of je dat leuk vindt. Dat lijkt me dan een beter idee dan dat ik het nog hier in deze video doe. Moet ik nog iets anders vertellen? Nee, het enige wat ik nog wil zeggen is als je voor dit soort dingen, voor die beauty routines, dit is wat ik doorheen de jaren zo heb gedaan. Op bepaalde dingen, dat doe ik met een reden. Bepaalde dingen die zitten er gewoon zo ingepakken, die ben ik ooit zo gaan doen en zo doe ik ze nog steeds. Dus je moet het gewoon een beetje jezelf eigen maken en op deze manier vergeet ik ook nooit iets. Dus ik vergeet nooit iets te wassen, ik vergeet nooit iets in te smeren, omdat ik altijd diezelfde stappen volg voor elk paard. Als je nog tips hebt voor extra goed schone paarden, glanzende paarden, laat het me dan zeker weten. En ik kan ook een keertje, als je het leuk vinden, mijn wedstrijd beauty routine doen. Want dit is dus wat ik de dag van tevoren doe. Maar morgen heb ik dus ook zo'n routine voordat ik op wedstrijd ga. Met alle dingen die ik doe om hem helemaal te laten glanzen, helemaal perfect te krijgen voor de wedstrijd. Als je dat nog wil zien, dan moet je het me ook even laten weten. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!